als Geurt tot eind van het jaar voorzitter nog van de NMV, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, convenant om wijde gang, achteruitgang te stabiliseren en uiteindelijk misschien wel weer te vergroten. Goeie zaak, zo'n convenant? Ik vind het een goed initiatief. Is het nodig, zo'n initiatief? Als je het huidige aandeel weidegang intact wil houden, dan denk ik dat zo'n convenant wel nodig is, ja. Want de achteruitgang ging heel erg hard. Dat ging vrij hard. Dan had ik wel het idee dat de laatste jaren wel ook wel iets gestabiliseerd was. Maar het is vrij hard gegaan. En zeker als je ziet wat er allemaal gebouwd is, uitgebreid is. Toch grotere stallen met relatief dan kleine huiskavels. Dan mag je verwachten dat het versneld doorzet als er niks verandert. Bij de ondertekening werd vooral gericht over vragen op jonge boeren. Vooral jonge boeren zouden weidegang niet meer helemaal zien zitten. Of in ieder geval de kennis niet meer hebben. Deel je die indruk? Ik denk inderdaad dat jonge boeren makkelijker in efficiëntie denken, zeg maar, van nou, het bedrijf, het is heel efficiënt om die koeien volledig op stal te doen. Continu zelfde rantsoen ervoor, weinig wisselingen, dat kun je heel makkelijk sturen. En ik denk wel dat meespeelt voor de jonge melkveehouder om die koeien toch makkelijker op te stallen, inderdaad. Ja. Die jonge boeren willen op vakantie en willen geen 80, 90 uur in de week werken meer. Ja, dat wil ik ook niet. En ik wil ook op vakantie. Volgens mij hoort dat er gewoon bij dat je gewoon een sociaal leven moet kunnen hebben. Maar dat staat in mijn optiek los van mijn weidegang. Dit is een convenant. En een convenant is in principe een vrijblijvende afspraak. Geen contract of wat dan ook. Kun je dit vrijblijvend doen? Kijk weer naar de 53 organisaties en partijen die meedoen, waaronder jullie dan. En daarna naar de boer. Kun je dit vrijblijvend doen? Of moet je hier toch een eisen van maken, een verplichting van maken? Nee, ik vind absoluut geen verplichting. Dat is ook de reden ook dat we dit ondertekend hebben. Kijk, wij onderschrijven gewoon het belang van weidegang. Zowel voor het welzijn van de koe als ook voor het imago van de melkveehouderij. En daarom vinden we het ook belangrijk dat er zoveel mogelijk koeien buiten lopen. Maar een verplichting ben ik absoluut op tegen. Omdat ieder moet daar zijn eigen keuze in maken. Dan ga je echt op de stoel van die melkveehouder zitten. En niet iedereen kan het. Niet iedere grond is geschikt. Je kunt met een kleine huiskavel zitten. Er zijn heel veel redenen waardoor het gewoon moeilijk kan. En ik vind een verplichting, daar zijn we absoluut op tegen. Maar dat het gestimuleerd wordt. En ook dat degenen die voor dat imago zorgen, daarvoor een beloning krijgen, dat vind ik terecht. Een beloning hoort erbij, ook als het niet verplicht is? Ja, absoluut. Ik denk ook dat er geen andere mogelijkheid is. Kijk, die boeren moeten een beloning in geld, een toeslag? Ja, van twee kanten liefst. We zien een aantal zuivelfabrieken die nou een toeslag geven op de weidemelk. En daarmee belonen ze eigenlijk inderdaad de melkveehouders die voor die weidegang, die voor het imago zorgen. Maar ook een beloning via het gemeenschappelijk landbouwbeleid vind ik terecht. Ik zie het ook als een dienst aan de maatschappij. De maatschappij die wil het heel graag. Die vindt het ook mooi, die koe in de wei. Dat creëert het landschap in. Het is zelfs voor toerisme is het gewoon belangrijk dat je een bepaald beeld van Nederland krijgt. En voor die dienst aan de maatschappij, dat je daar in het gemeenschappelijk landbouwbeleid ook een wijde toeslag voor krijgt, vind ik terecht. Maar moet die toeslag ook uit de markt komen? Dat een wijde gang melk, dat je extra oplevert voor de boer en ook voor de zuivelfabriek natuurlijk? Nee, we hebben intern ook wel discussie gehad van moeten we dit tekenen? Want uiteindelijk lijkt het dan toch wel bij die boer neer te komen. En het moet inderdaad uit die markt komen. Kijk, de fabrieken geven dan een toeslag. Maar het moet ook in die winkel moet dat terugkomen. Komt dat altijd terug in de winkel? Ik heb de indruk, niet altijd. Ja. Dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de fabrieken zijn natuurlijk dat ze er alles aan doen om dat extra onder de aandacht te brengen. En daarmee ook extra geld te genereren uit die markt. Maar dat is natuurlijk, dat kun je nooit van tevoren garanderen. En je kunt je best doen. En in welke mate dat de burger, de consument. De burger wil die koe wel in de wei hebben, maar welke mate dat het consument bereid is dat er extra te betalen, dat zal moeten blijken. Tijdens de bijeenkomst werd gezegd, er zijn vier partijen. De koe moet tevreden zijn, de boer moet tevreden zijn, de burger moet tevreden zijn en de consument moet tevreden zijn. En als een van de vier dat niet is, dan gaat het niet werken. Klopt dat? Ik denk dat klopt. Ja, dat onderschrijf ik wel. Bij de ondertekenaars ontbreekt een groep die een paar weken geleden met een soort ludieke actie over binnenmelk de weidegang onder de aandacht bracht. Vind je dat soort groepen, dat die ook eigenlijk hierbij hadden moeten zijn?
Nou ja, de dierenbescherming is er wel bij. Die was aanwezig. Meerdere maatschappelijke organisaties. Maar ik denk inderdaad dat zo'n groep dan ook hierbij moet zitten. En als men dat allemaal heel belangrijk vindt, nou, dan moeten we daar gezamenlijk de schouders onder zetten om dat dan ook tot stand te brengen. Maar directeur Dalers van de dierenbescherming zei ook van, we hebben lang getwijfeld, want we vinden het niet ver genoeg gaan. Het zou eigenlijk veel meer, in toename 100% ongeveer moeten worden. En dan zou dan een beter leven keurmerk op kunnen. Vind je van die filosofie? Nou ja, 100% denk ik dat het niet gaat. Ik denk dat we gewoon realistisch moeten zijn. Ik denk als je een beetje naar de toekomst kijkt, de schaalvergroting van de bedrijven. En we zouden het op het huidige pijl kunnen handhaven. Dan, 75% ongeveer. Nou, dan denk ik dat een heel passage is. En die verplichting waar de dierenbescherming eigenlijk op doelt, is eigenlijk nodig om het naar de 100% te halen, maar dat is niet reëel volgens jou? Ja, als je het 100% zou willen hebben, zou je het moeten verplichten, maar dat vinden wij dus niet reëel. Daar zijn we tegen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Je eigen koeien trouwens ook buiten? Ja. Ja. Altijd of een tijdje? Nou, niet altijd. In de winterdag dan lopen ze binnen. Dat weet jij. Nee, ik heb ze vrij lang buiten. Ik werk ook met een melkrobot. Dus dat kan ook gewoon samen gaan met mijn koeien in de wei. En eigenlijk vanaf april, mei, dan zijn ze buiten. Ja.